Je staat hier zelf, nou je ervaart het. Dit is een oase van rust, zo'n groene tuin. En ook dat is voor iedereen gezond. Voor het tweede jaar op rij wordt er in Zwijndrecht de groenste tuinverkiezing gehouden. En ik sta nu in de tuin van de winnares van vorig jaar, Nelly Slobbe. Hallo. Hallo. Wat maakte uw tuin vorig jaar zo groen? Ja, we hebben heel veel elementen, hè, wat groen maakt. En vooral het sedumdak is denk ik een opvallend stuk groen. Dat was vroeger een plat schuurdak en daar hebben we een hele groene oase van gemaakt. Mm-hmm. En eigenlijk elk plekje waar ik groen kan zetten, zet ik groen. Maar ik probeer wel zo dat het niet verwildert. Wat, wat is dan het voordeel van zo'n dak? Nou, het houdt water, neemt water op. Dus dat is wel fijn. En het houdt de schuur heel erg koel. En het is een leuk gezicht, er komen ook veel insecten op af. Nu bent u voor de verkiezing van dit jaar een jurylid. Ja. Waar gaat u dit jaar op letten? Ik denk op heel veel elementen ga ik letten. Van, is er water in de tuin? En hoe is het met groen? Kunnen de insecten in gang gaan? Is er plaats voor de vogels? Dus dat zijn wel belangrijke dingen. Ja. En denkt u dat veel Zwijndrechtenaren erop letten dat hun tuin een beetje groen is? Ik hoop dat het steeds meer mensen erop gaan letten. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die hebben gewoon heel veel tegels in de tuin. En daar kan je het ook nog wel opleuken met planten, met potten en zo, om een bakken. En dus ik hoop dat het een beetje gaat stimuleren ook, om je balkon ook wat groener te maken en gezelliger. Het geeft ook heel veel gezelligheid. Het is echt een heerlijke omgeving waar je in bent, als je in een groene omgeving bent. Gelukkig hebben we echt een aantal mooie groene tuinen. Vorig jaar waren er een aantal aanmeldingen. Het was heel moeilijk kiezen. We zijn heel benieuwd wat er dit jaar komt. Of misschien mensen die nog eens meedoen. Of juist die hun tuin nieuw vergroend hebben. Iedereen is welkom. Maar we zien ook nog wel heel erg veel steen. Omdat mensen denken dat een groene tuin heel veel werk is. En dat hoeft echt niet altijd. Maar wat zou bijvoorbeeld een beginstap kunnen zijn om een groene tuin te beginnen? Heel veel mensen vinden het heel leuk om er bijvoorbeeld een paar tegels uit te halen en een vlinderstruik te planten. Want die bloeit en daar komen echt vlinders op af. Ja. En nu had u vorig jaar gewonnen en toen heeft u een wormhotel. Een wormhotel, ja, een geweldig ding. Ja, in het hotel gooi ik allemaal groen afval, schillen en wat klein tuinafval en koffieprutten en allemaal dingen wat kan composteren. En er zitten wormen in, twee soorten wormen en die maken dan de compost en dan één keer in de zoveel tijd halen we de compost eruit. Het is nu nog niet helemaal klaar, maar ik kan wel zien dat de wormen druk bezig zijn. Nou, de compost die spreid ik weer uit in de tuin. Ja, en dat is ook weer goed voor de tuin. En je gebruikt natuurlijk wat je aan afval erin gooit. Dat krijg je een mooi product van om weer in de tuin te gebruiken. De winnaar van dit jaar krijgt ook een wormhotel. Groene tuintjes en balkonnetjes kunnen zich opgeven via de website van de gemeente Zwijndrecht.